Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. En er zijn een paar mensen wakker, maar nog niet iedereen. Dus laten we even naar het huisje hiernaast gaan en laten we daar even iedereen wakker maken. Ik heb hier echt top geslapen. Echt niet normaal. Dit is zo'n chill bed. Marion en ik hadden wel onze eigen kussens meegenomen. Dat doen we eigenlijk altijd als het kan. Dat is gewoon super nice. Oké, daar gaan we. 604. Oké, dit was Lars en Nicole. Die zijn al wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey bro. Zo, heb je lekker geslapen? Wel eventjes nodig ook, maar het was zo rumoerig hier. Noel kwam hier vannacht binnen en licht aan. Milan is rustig. Milan is rustig. Heb je lekker geslapen, bro? Ja, we was een film aan het kijken en er was zeg maar zo'n speciale scène. Hij gaat het vertellen. En toen kwam Rutger net binnen op dat speciale scène, dus toen hoorde hij een paar mensen kreunen. Toen zei hij, volgens mij kom ik verkeerd op het moment binnen. Serieus? Zo awkward, ik kom binnen en ik hoor echt dat geluid. En ik zie Milan met zijn rug hier naartoe liggen. Ik denk, what the fuck? Ja, maar het was gewoon een serie, bro. Wie hebben we hier? Hey, boys. Good morning. Het was gezellig gisteren. Ja, zo. Ja? Wow. Jullie hebben nog in de jacuzzi hier lang gezeten. Ja, echt lang. Zo nice. Ja, dit zijn de enigen die we nog missen. Rob en Mark zijn net weggegaan. Die gingen helikopter vliegen. Dus nou, let's go. Dan gaan we ontbijten. Oh, Nathan trouwens. Gewoon in mijn eigen huisje. Daar ben ik nog helemaal niet geweest. Daar kunnen we nog heel eventjes gedag zeggen. Kijken of hij al helemaal klaar is. Ik heb ook even een heerlijke douche genomen. Ik voel me super fris. En ik hoop dat het dit weer blijft. Dus dat het droog blijft. Dat hoop ik echt zo erg. Want dan kunnen we straks nog wat leuks doen. Het weer hangt dus een beetje af van wat we gaan doen. Yo! Ik heb het ontbijt binnengebracht. Echt? Ja, ik heb de deur open. Meen je? Toen ben je meteen weer in bed gaan liggen. Ja, toen dacht ik, nu heb ik er weer 10 minuten verdiend. 10 minuten slaap verdiend door het ontbijt binnen te brengen. Heb je lekker geslapen? Ja, lekker. Ja? Ja, hier. Kom je ontbijten? Ja. Is goed. Ik ga jullie eventjes de ontbijt laten zien, want dit is echt niet normaal. Verdomme. Ja, dat is wel veranderd sinds Huizen Knol hoor, want ik schrik veel sneller dan toen. We hebben Nutella, we hebben hagelslag, we hebben vlokken, weer Nutella, we hebben jam, we hebben lekkere boerenjoghurtje, we hebben zelfs beschuit, dankjewel, was het even kwijt. We hebben lekkere broodje, we hebben boter, we hebben, gembershot, oké. We hebben hier verse jus, chocolade outa vatte teint. Oh ja, pain de chocolade. Dat is hem. En we hebben een croissantje, een bolletje, broodje, wit bolletje, broodje en een hammetje en een kaasje. Wow. En wat is dit? Eggies. Dit zijn eggies. Nou, dat is het. Lekker. Nice. Dan moeten we nog heel even wachten tot iedereen compleet is. En dan gaan we lekker ontbijten. Dames en heren, het is tijd voor weer de gembershot. We hebben meerdere gembershots aan. Wie doet mee? Noël, jij ook, hè? Je gaat in mijn ogen. Oké, top. Noël, kom hier. Naast mij zitten. Ga ik mijn ogen houden. Oké, goed. Gembershotje, boys. Lekker. Yes. De bedoeling is in één keer. Proost. Vrij groot klokje. Yes. Oké, in één keer. Cheers. Daar gaat ie. Natuurlijk kan het wel, weet je. Ah, ik ook niet. Oh ja, pas wel. Best veel in één keer, man. Tuurlijk kan het wel, weet je. Kom op, bro. Je hebt de helft. Ja. Wat doe je? Dat is toch helemaal niet lekker. Ja, maar... Kom op, jongen. Nee, je moet inademen terwijl je drinkt. Je moet zo. Maar niet je neus doen, dat toch. Dat is toch. Moet je dat doen als je. Gewoon inademen terwijl je drinkt, zo. Dat is wel een goeie, ja. Dat is hem, bro. Je moet even wennen met zoiets. Ja. Nee! Ik wil naar de tuin! Moet je naar de tuin? Nee, de wc, wc. Wat de wc? Goed, wil iemand anders nog een kaartje? Ja, het is wel lekker hoor. Het is nog wel toch, man. Dat vond je hem echt lekker? Hij is wel scherp, hè? Ja, heel scherp, ja. Dus wel. Oh. Hij is best wel scherp, ja. Gaat het nog wel? Oké, nou in ieder geval,
zijn heerlijk aan het ontbijten. En net even gekeken op het weerbericht en het blijft droog. Dus dat is goed nieuws. Want dan kunnen we nog even wat leuks doen hier buiten. De eerste mensen gaan weg, dames en heren. Ik vind het heel erg jammer, want we gaan nog iets leuks doen. Dat moeten jullie dus missen. Helaas. We gaan naar... Hij wil vertrekken, ik niet. Sorry, man. Het is niet aardig. Nee, ja, Noël wilde vandoor en Nathan moet wel mee. Ik wil vandoor. Nee, jij moet er ook vandoor. Juist. Jij gaat op ADE dingen. Juist. Maar Nathan die moet eigenlijk wel mee, want die wordt dan afgezet in Amsterdam en die neemt de Thalys naar België. Ja, maar we zijn echt in een shithole. Geen, ik weet dat je hier gewonnen hebt. Een shithole? Maar met een shithole bedoel ik... Een shithole? Oh, fuck it. Ik kom hier van, ik ben hier... Kijk, waarschijnlijk dat bosje wat je daarachter ziet, daar ben ik geboren, bro. Ja, ja maar met de shithole, ik bedoel gewoon ver boven. Nee, in Nederland betekent shithole gewoon not good. Nee, in België ook niet eigenlijk. Ik heb het verkeerde woord gebruikt. We zijn gewoon heel ver in het noorden. Ja, laten we het zo zeggen. Helemaal... Nathan die opende Google Maps en die schrok gewoon van hoe ver die noordelijk was. Ik schrok van waar ik was. Ik zag Amsterdam en dan zag ik waar ik was zo, hier. Maar volgende week doen we een escape room en die is nog verder in het noorden. Ik ga, dat is in Groningen. Ja, ja, ik ga echt Nederland ontdekken. Ik ga het noorden aan, helemaal aan het ontdekken. Dat wordt super nice. Maar bro, was super gezellig. Was super chill. Ik check je volgende week tot met de escape room. Yes, yes, dat wordt yes, super nice. Yes. Noël. Ciao bro. Altijd thanks voor de invite. Geen probleem. Thanks voor de gezelligheid. Yes, sowieso. Oh, ik vond het hartstikke leuk. Rustig aan. Leuk ciao, dat jullie er waren. Bye. Ciao, veel plezier. Ciao, ciao. Bye bye. Oké, okay, rij voorzichtig. Ciao, ciao. Goeie reis. Noël, had jij niks bij je? Geen tas, niks? Oh nee, had ik al in de auto gedaan. Weet je het zeker? Ja, ik hoop het. Oké. Okay. Als zie je me zo meteen weer. Ciao. Het is nog nooit voorgekomen dat Noël niet iets heeft laten liggen. Er moet nog iets van Noël ergens hier of in het huisje hiernaast zijn. Dat kan niet anders. Hij vergeet altijd wel iets, niet normaal. Maar check eens even. Ik zie gewoon door de bomen even het zonnetje komen. Ja, dus dat betekent goed nieuws voor de activiteit die we straks gaan doen. Dames en heren, we moeten alweer afscheid nemen van twee hele lieve personen. Maar deze personen zien we ook volgende week. Heb ik het over Lars en Nicole. Volgende week? Wij hebben geen idee, hè? Nee. Maar Nicole? Ik wel. Ik wil wel wat meer weten, maar dat ja, kijkt ja, gewoon niet uit. Het blijft een geheim, maar volgende week gaan we erachter komen en dan gaan we broek poepen. Ja, vooral jij weer. Ja, sowieso. Oldschool, maar wel in een broek, ja. Is goed, ik zie jullie volgende week. Ciao, ciao. Rij voorzichtig. Oké, okay, volgende week, escape room. Woe! Wordt superleuk. Rutger, wat ga je doen? Ik ga er vandoor. Is goed, rustig aan. Bro, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het echt onwijs gezellig. Geen probleem. Ik wil jou bedanken, man. Ook al was ik de oudste, heb ik toch lekker meegegleden, toch? Wat? Ja, je hebt goed gegleden, man. Jij bent trots op je. Dat is graag. Later. Oké, okay, Rutger gaat er ook vandoor. Die moet later vandaag draaien op feestje. Maar we hebben een leuke groepje over. We zijn namelijk met Dennis. Die is weer langsgekomen. Marvin is er natuurlijk bij. Mandy is erbij. Milan is erbij. Stefan, Jelmer, Michel en Bas. Dat is het groepje. Zijn we in totaal met 8 mensen. En we gaan even naar de receptie. Gaan we even ballen halen. Carspotter. Carspotter. Ja, ja. Hé, hey, later. Ciao. Ja, dat blijft een dikke auto hoor, die BMW M4. Oké, okay, dames en heren. We hebben speluitleg. En we hebben hier de route van wat we gaan lopen. We zijn nu hier. En bij nummer 1 is aan de overkant. We komen bij 2 plekken komen bij het water. Bij plek 6 en 7. Als de bal in het water komt, dan moet je hem zelf gaan halen. Dus dat kan nog wel eens interessant worden. Hier speluitleg, maar dat komt wel goed. En we gaan voetgolven. Dus let's go. Oeh, goede ballen hoor. Goede ballen dit. Jammer. Alsjeblieft. Top. Dennis. Dankjewel, Bas. Dankjewel, Milan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, fantastisch. Ja, super. Dankjewel. Wil je serieus oppompen? Ja, is iets te zacht. Je bent fanatiek, hè? Maar ik moet met haar meelopen. Dus kun je even mij nu met opstaan? Heb jij een goede bal? Zit er genoeg lucht in? Ja, top. Deze is perfect. Ja? Ja. Nice. Denk je dat je kans gaat maken voor de top 3? Nee. Nee. Als laatste eindig is ook bovenaan, hè? Deze ben ik altijd de laatste. Dus, damn. Ja, ja. Stefan. Gaat het goed komen? Top 3 moet lukken. Oh, oh, oh. Oh, oh eens even. Oh eens even. Kijk. Hij kan het nog, hoor. Oud Ajax-speler hier. Ja, waar voetbalde je ook weer hier altijd? Bij Leo? Leo. Ja, Leo. Achilles. Ja. Eerst Achilles, toen naar Leo. Ja, ik heb ook altijd bij Achilles gevoetbald, dus... dit wordt top. Ik zie genoeg potentie in deze groep, dus wordt nog een uitdaging. We hebben onze jas even ingeleverd, want het is gewoon lekker weer, dames en heren. We hebben het gewoon echt heerlijk voor elkaar. Wauw, schatje. Wauw, de knietjes, de knietjes. Woe, de knietjes.
Lekker, schat. Oké, dames en heren, we zijn bij hol 1. En we hebben dus 9 deelnemers. Dus ja, sowieso komt iedereen in de top 10 terecht. Voetgolf nummer 1. Hebben we alle mensen op de lijst? Jammer. Dat is een Friese naam, toch? Ja, volgens mij wel. Alles goed. Oké. Okay. Alles goed. Jerrebarre. Ja. Weet je wat dat is, Jerrebarre? Sukkerbrood. Jerrebarre is ooievaar. Dat is die andere speler. Daar kan je er wel van maken, toch? Jammer is wel echt een Friese naam. Ik zou het wel moeten weten, maar... Maaibem kan van 1 tot 10 tellen, hè, het Fries? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van SD. Ja, nee, dat kan ik niet. Wie gaat als eerst? Wie offert zich op? Milan! Ja, let's go Milan! Je hoeft hem niet op die steen te leggen, want dan breek je echt je teen, denk ik. Ja joh. Dat denk ik ook wel. Er zit geen frisbee. Dat is niet de bedoeling. Oh. Nee, geen frisbee. Dan zo, en dan punt hem zo op. Oké, nee, we doen hem gewoon daarnaast op het gras. Vandaag, welke hole dan ook, hole in one is 100 euro. Zo. Kijk. Dat is makkelijk geld verdienen, hè? Oh, dit is een kans hebben. Mooi hoor. Zo. Wauw. Nou, Stefan. Stefano. Stefano. Oh ja, alsof je hier gaat. Dat is zo'n curve, hè? Ja, dat is ook een curve. Oh. Jeetje. Dennis. Ja joh, anders ga je even weg. Hij wordt boos op die bal joh, jij legt hem neer. Oh! Zo! Oké, zal ik nu gaan? Oké, daar komt u. 3, 2, uno. Oh, over de grond. Netjes hoor. Bij Milan. Oh. Ah, die ligt er mooi bij. Leuk gedaan, leuk gedaan. Ik ben tevreden, schatje. Even onthouden dat je 1 hebt gegooid, hè? Ja. De tactiek vertellen aan de kijkers. Want iedereen trapt altijd zo hard. Maar je kan ook gewoon half... Je gaat hem toch niet in één keer schieten. Dus als je hem halverwege doet en dan nog een keer. Ja, maar weet je wat het is? Iedereen wil die hole in one. Ik niet. Oké, okay, doe jij jouw tactiek? Dat gaat niet lukken, man. Jij had vorige keer echt zoveel geluk. Oh. Ik ga proberen over die bandensporen heen te trappen daar. En dan is in 2 keer of 3 keer, dat is perfect. Okay. Nou, is goed, laat me zien. Als je altijd op het gemiddelde zit en niet 1 keer helemaal verkoopt. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is wel goede tactiek, hoor. Nou, laat me zien, schatje. Wauw. Zo, dat is een goede bal hoor. Ja, je hebt verschillende tactieken natuurlijk. Je kan keihard rachen en proberen die hole-in-one te maken. Maar je kan ook zoals Maaimen gewoon tactisch elke keer stukje voor stukje voor stukje. Hey. Oh, hey! Wauw, wauw! Wat? Oh, oh! Van wie is die? Van Bas. Van Bas! Wow, die is echt nice! Die is echt, dit is tot nu toe de beste van Bas. Daar komt Michel. Nou. Oh. Met effect. In de blubber. Oh, dit wordt wel een pittige hoor. Dit wordt wel een pittige. Ah, gelukkig heb je bergschoenen aan. Oh nee. Kom op Mandy. We hebben er allemaal vertrouwen in. Let's go! Milan. Oh nee, degene die het eerst veilig. Nee, degene die het verst af ligt. Oh ja, dat is Manny. Oh, Manny. Manny, je moet nog een keer! Er moet gewoon een hole in one ingaan vandaag. Die moet gewoon op film staan. Let's go. Myron! Myron! Oh, nee! What? Wel mooi geschoten hoor. Stefan, het kan nog in 2 keer. Ah joh, kerel. Hoi! Oh! 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 Ah, is nog oké. Ja, trap mij er weg. Zo! Zo, beter. Ja, leuk! Ja, mooi wippen. Ja, die is van mij. Oh! Oh. Ik zou hem er bovenop leggen. Overheen! Ja, misschien rolt hij nog terug, nee. Oh, maar dit is eigenlijk ook vervelend, want die van mij ligt zo te vrij. Dat wil je nu gewoon even zo. Ja, echt wel, hè? Zo. Maar dat mag niet. Moet je wachten tot iedereen is geweest. Nee. Oh. Nee, we zijn nu net begonnen, dus dat hoeft niet. Nou, Michel, trap maar in de modder. Hoi, hoi. Nou, ik ga maar aan de kant. Hoi, hoi. Hoi. Jeetje, wat een blubber. Ja, dat is de tech. Lekker, man.
Oh, moet ik? Komt-ie. 1, 2. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Boem, boem, boem. In 3 keer. Ik haal hem eruit. Zo. Ja. Nou, daar besta je dan. Nou, dit ligt er wel dramatisch bij, hoor. Van wie zijn die 4 ballen, joh? Jezus, dit is drama. Nou, Bas, snap jou horen. Ja hoor, Bas. In 2 keer kan nog, hè? Ja, stop. Ik rijd op de trappen. Wat? Oh, mooi, mooi, mooi. Hé, film, hè? Nou, Bas, doe maar in 2 keer. Ja, maar vol in 2. Ja, ja. Wauw, netjes. Mooi. Ja. Nou, zo. Zo, hij klapt voor zichzelf ook. Jullie doen het niet. Oké, volgende keer ga ik voor je klappen, ja. Nou, volgende strombal. Ja, welke strombal is nu in de beurt? Nou, nog maar een keer lappie. Oh, witte schoenen aan, lekker man. Oh, wow, let's go. Moet allemaal loppen. Doe mij ook een beetje verder dan. Zou ik jou ook even? Ja. Nee. Is dat mij? Nee, die hoort niet van mij. Oh, jammer. Wacht. Goed ingegraven. Oh! Ja, 3. Nee. Jeetje. Oh, die liggen weer in de stront. Moet weer zeker? Ja. Ja hoor, lekker. Ja hoor. Let's go, Mandy, come on. Oh, oh, nou, nou. Oh. Oké, bro. Let's go, you got this. Oh, mag dat? Nou, mee. Ja, 3. Milan, 4. Het mag. 3. Gefeliciteerd. Mag dat? Nee. Jawel, mag wel. 3. Oké, 3. Mandy. Oh, ben ik weer? 19. Nee, gaf u. Nee. 5. Oh, aan mij komt nog terug. Nee. Van wie is die nog dan? Let's go, Janne. Ja, die ballen moeten eruit, hoor. Oh, 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 oh. Oké, Michel, let's go. Ik heb hem al. Oh. Ik heb hem al. Wat is dit? Oi, oi, oi. Dit was hol 1. En op dit moment staat Bas voorop met 2 punten. Maar wat we gaan afspreken is dat per hol komt de €100 bij de hole in one. Zo. Dus hol nummer 2 betekent €200 voor een hole in one. Oké, kom, we gaan naar de volgende. Waar is de volgende? Wat? Fang. Oh. Dat is een stekel. Fang. Ga je op. Oh, dikke auto. Wat een mooie wagen. Gaan ze met dat ding. Brom, brom. Dikke baal. Zo, maar dit zijn kastanjes, dames en heren. En er zijn er heel veel van, dus pas op dat de bal niet lek gaat. Kijk dan, die zitten nog allemaal in hun kokonnetje. Kijk hoe schattig. Vang! Nee! Michel, vang. Hoi, joh. Oké dan, nou als Michel niet eerste wordt, weet ik het ook niet meer, hoor. Bas, je weet het, hè? Hole in one. Nee, hoor, dat is een Mustang. Echt? Ja, dat is een Ford Mustang. Ja, mooi. Oh, tegen die auto. Maar die ligt er recht voor nu. Ja, ik heb jouw tactiek aangehouden. Goed zo. Ik denk ik schiet als een van de eerste, want dan kan ik filmen als er een hole in one ingaat. Nou, nu is Milan aan de beurt. Zo, mooie bal. Ja, tegen de Jaguar. Is dat een Mustang? Oh shit, sorry. Het is een Mustang, sorry. Ja, ik heb deze nog nooit gezien, joh. Lekker, Myron. Pas op, pas op! Wow! Oh! 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 Dit is die van Dennis! Dit is die van Dennis! Oh! Wow! Lekker hoor! Zo, die was echt knap. Ja, dit is sowieso een afstand, hoor, dames en heren, dit. Kom op, Stefano! Oh, die is mooi geschoten, hoor. Pas op dat je niet uitglijdt. Hey, tegen mijn bal. Oh. Oh. Vlag is kapot. Kom op, schatje. Wauw. Oké, we hebben hole 2 gehad. We gaan nu naar hole 3. En het is wel echt super nice om zo eventjes lekker buiten te zijn.
frisse lucht. En ze hebben de footgolf dus door het hele park gemaakt. Dus ja, je ziet eigenlijk gewoon het hele park. Dus dat is wel echt leuk. Dus op naar hol nummer 3. Wat zijn jullie aan het doen? Even tactiek voor als je dichtbij ligt. Kun je gewoon dit doen zo. Oké, ik ga een dikke poeiert geven. Vanaf hier is het eigenlijk een klein bochtje zo. Ja, achter deze boom. Ja? Achter. Oh. Nee, helemaal. Dat was inderdaad een boom. Top. Om de eerste boom. Top. Dat was goed boogje, ja. Niet goed genoeg, maar wel top. Wie gaat uitglijden voor de vlog? Let's go. We hebben nu publiek, dus glijden. Oh, mooi schot. Oh, yo, gast. Ik zit helemaal onder de blubber. Oh, serieus? Oh, sorry, man. Ik zit helemaal onder de blubber. Oh, yo. Ik zit helemaal onder de blubber door dat schot van Michel. Hij is net nieuw wit uit de was. Daar komt hij. 1, 2. Zo, beste. Al die mensen. Je hoorde woe. Perfect. Keurig. Zo, die is netjes van Marvin. Mijn bal ligt serieus hier in de bosjes, dames en heren. Oh, of die? Ja, want ik weet dat je ook deze kant op. Ja, ik heb geen idee, bro. Ik weet hoe niet. Welke wil je? Dat die van mij was. Oké, dan pak jij die maar. Dus ja, Dennis. Ik ga de bosje in. Hij is, als je goed kijkt door de bosjes, zie je hem vanaf hier wel. Dat is wel top. Bro, hij ligt tegen de boom aan. Ja, je mag hem eraf schuiven. Een klein beetje vlag. Ja, tuurlijk. Waar is de vlag? Wat is dit nou weer? Nou, ik zie niks. Nou, goed? Ik neem jullie mee, maar dat is niet verkeerd hoor. Hier, kijk dan. Daar ligt mijn bal. Kijk hoe perfect. Zo. Ja, hij zit erin. Ja. Oh nee. Ja, mijn bal. Dat is wel chill voor Bas. Zijn bal werd gehit. Topbeertje ook, heerlijk. Nice, hè? Ja, Michel. Oh. Ja, die is mooi. Myron. Oh, dat is netjes. Nou, ik zal gewoon schieten hoor. Die was die zag mijn bal. Ja, netjes. Netjes. Oeh, een plasje. Plasje water. Oh ja, als ik, oh, je moet mij erin gooien. Oh! Zal ik jou weer erbij intrappen? Nou, graag. Als je dat wil doen. Zeg je dat? Oh, daar komt erbij. Zal ik nu deze even erin wiepen? Ja, netjes bro. Doe ik hem als jij pakt. Hey! Oh, netjes. Mooi. Zo, dit is wel drama. Dat heel hard. We doen het allemaal voor mee. Ja, ik heb erin. What? What? Ik gun het je pas. Netjes. Nou, Jelmer. Ik heb... Mandy. Ja, keurig. Deze is top hoor. Oh, je hebt wel een afwijking, hè? Oh, top. Oh, je hebt gewoon top, bro. Dat is top. Ja, recht voor. Dat is echt top. Let's go. Oh, in de sloot. In de sloot. Als het goed is, hol 6 en hol 7 hebben veel water dicht in de buurt. Dus dat wordt wel echt een hele lastige. Zo. Deze heeft Maimon geschoten, deze heb ik geschoten. En dit is een goede tactiek hoor. Gewoon even in 2 keer. Want kijk, daar ligt hij. Maar al deze bomen, dat maakt het zo moeilijk. Zo, pas op. Oeh, dit is een goeie. Dit is een hele goeie van Michel. Hoi, hoi. Oh my god. Wauw, precies naast elkaar daar. Even kijken bij Bas. Yeah. In de sloot, ja? Ja. Yeah. Kijk, als ik hem eruit schiet, dan, ja, dan moet ik gewoon... Nee, maar die leg je gewoon even hier neer, joh. Oh, dat is sportief van jou. Tuurlijk. Ik wou het eigenlijk wel zien. Easy. Easy. Hoppa. Nou, het is wel te doen, hoor. Zal ik het gewoon doen? Ik vanaf daar? Ik ga dit gewoon doen. Ik zou het doen. Ik ga zo goed met dit spel, dat dit ook gewoon kan. Zal ik gaan? Ja, Bas, die gaat... Oh, nou, top idee. Dit gaat niet. Nee, ik zou hem dan toch maar daar neerleggen. Wel leuk om te zien. Ik vind het wel jammer. Dat was een geniale stunt geweest. Hij probeerde vanaf de sloot te schieten, maar dat gaat niet. Zo, zo. Oh. Oh, dat was een mooi hoor. Let's go, schatje. Jij kan dit, ja? Ja, je kan nog erin ook, hè? Je gaat erin. Oei, schatje. Oh, Jelmer gaat in de sloot. Maar weer niet.
Ja, netjes. Wel zachter. Dat is wel beter. Dat is de tactiek die ik van jou heb geleerd. Ja, goed zo. Oei. Hey Stefan, jij kan als enige nog twee keer, hè? Nee, ja, dan moet hij er in één keer in. Nou. Nee, van, mag niet, anders gaat hij de slode. Nee, van, je mag niet doen. Wat niet? Hij ligt verder. Oh, ja. Ja, nou, laat jullie zien dan. En hij komt weer terug. Je bent een meter vooruit. Zo! Dat is een mooi loppie, hoor. In twee keer? In twee keer? Oh, wel mooi, hoor. Nou, Milan. Ho. Zo! In de sloot. Zo! Zo! Niet slecht. Uit de sloot. Geen loppie doen. Kijk. Oh. 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 Oh, net niet. Oh, wat is dit nou weer dan? Steen in de weg. Ben ik zo weer terug. Oké okay, dan. Drie. Oh. Oh. Niks heeft ook gebeurd. En een steen weer terug. Oh, dit wordt weer een hele leuke gezellige partij. Jammer. Dit werkt niet hoor. Oh, die is van Myron. Nee, dat was ik. Echt, ik lag rechts van jou. Ja, maar dit is perfect. Oh, ik dacht ook ik wel lag. Ja? Let's go. Yo. Hey, yo. Nee, ik doe gewoon. Oh, dat is lullig. Perfect, perfect. Drie keer, hè? Ja, is netjes. Vijf keer weer. Wie is die verste? Jammer. Ja, 5 en 7. Nu Bas. Ja, deze keer. Oh. Bro, wat is dit? Mag je nog een keer? Je ligt vers weg. Ja, netjes. En nu van Milan nog? Ja, ik heb wel 8. Kom op Milan, we willen het zien. Dan kan ik nog zo, dan kan ik nog zelfs zonder voeten. Hens. Only one, we zijn bij hol 5, 500 euro. Hey. Ja, ja, ja. Nou. Zo, dat is wel ver van 500 euro. Je mag direct nog knap, dat je gewoon verder bent dan. Ja, nog een keer. Ja, ja, jij bent licht vers weg. Nee, jij ligt vers weg. Hoppa, je mag nog een keer. Oké, okay, nou, zal ik gaan dan? Ja. Ja. Oh. Heel veel bomen. Kom erbij liggen. Oeh, deze is netjes. Deze is netjes. Dit is gewoon slim. Ah, slim. Tactisch. Wauw. Wauw. Wauw, die is het beste. Die is echt het beste. Ja, prima. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Dames en heren, we zijn bij hol 6 en vanaf hier begint dus ook het water. Kijk, tadaa. Dit betekent dat als je de bal in het water hebt, dat je moet gaan zwemmen. Maar nu is het wel zo dat hier beginnen we en uiteindelijk moeten we eigenlijk om de bomen rechts. Dus ik ga denk ik nu als eerste schieten en dan schiet ik hem niet hier doorheen, maar ik denk zo en dan zo. Oh, oh. Nou, dat is niet verkeerd, zo. Hoor. Ik draai de vet mooi met effect. Dankzij de boom. Oké, okay, ik ga hier achter staan. En ga kijken of dit goed gaat. Oh, gast! Hij hitte meteen de boom. Oh. Oh, heel netjes. Ben zo benieuwd. Wauw. Hele goeie. De roze barba papa. Lekker, schat. Zo. Zo. Wauw. Perfect. Want die gaat heel lang door op de weg. Boom. Iedereen heeft het gehaald. Niemand in het water. Let's go. Hey, dat is mijn bal. Dat is mijn bal. Nee joh, nu is mijn bal daar. Ja, jij wel. Wauw. Oh, lachend tak. Oh, wat heb ik met die bomen erin kijken. Oh, 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 van wie is die? Van wie is die? Van wie is die? Van wie is die bal? Van wie is dat? Is die van jou? Is van mij denk ik. Echt? Hij is van mij. Oh, is die van jou? Echt? Meen je? Hij is
van mij. Was dit expres? Wow, wat heb ik gedaan? Nou, jij kan hem meteen, schat. Ja, ze staat voor op de ranglijst bij mij, dus ik dacht nou. Hè? Maar hij is niet in het water. Hopje. Oh. Ja. Lekker. Ja, mooie. Mooie lop. Nu is het Dennis. Ik had gewoon 3, hè, gehad alweer. Kom op, schat. Ja, mooi. Goed rechtgezet. Hele mooie. Perfect, schat. Dat kan niet meer misgaan. Ja, dat had hij net ook, hè? Ja, klopt. Ja, ik weet het. Milan, toch? Maar hij wist niet dat mijn... Ja, hij wist wel dat het mijn bal was. Dat moet mij hebben, hè? Mooi. Oh. Wow, dankjewel schat, via jou. Maar je ligt er nog wel bij. We doen het er even in hoor. Mandy, let's go. Oh, oh ja. Wow. Oh, calculate. Oh, netjes. Stefan, jij er nog in? Ah, dat is maar ik zit al op 9, geloof ik. Wie is je overal jij? Net wat, Nee, dat is het max. 9. Wat is dat? Oh, 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 oh. Kom op, Michel. Ja, oh, wow. Oh, in de sloot. Die gaat het direct. Die sloot is gevaarlijk hier. Ja, die sloot is gevaarlijk, ja. Nou, doe maar. En je niet inhouden, hè? Echt niet. Echt niet. Zo, pas op. Oh. Marvin staat al onder de boom. Michel, de kant! Ga je flinke poeien geven? Ja. Oh, Myron! Oh. Wow, die is wel goed hoor. De speciale snijdraai. Klapper van de week. Week, week, week. Oef. Nou, niet heel denderend. Oh, hij ligt er wel mooi bij hoor. Ja, dat kom op. Positiviteit. Nee, Bas, misschien jij? Je let op, want het loopt. Nee. Oh. Oei, geluk. Stefan! Ja. Zacht. Zacht. Micha, je kan het in 2 keer doen. Zacht. Oh. Ja! Ja! Dankjewel! Hoppakee! Let's go! In 3 keer. Stefano, dankjewel. Je moet hem er gewoon voorleggen, dan tikt iemand er wel in. Oeh, die ligt er mooi bij voor Stefan. Ja. Oh. Ja. Ja, de bal van Mandy. Hey. Dat wordt zwemmen in de sloot. Ja, hij ligt nog op de bal. Voor het geval dat, voor het geval dat. Ja, let's go. Kan op misgaan. Easy. Oh. Ja, top. Zo, ja, ook in de sloot. Nee, we gaan precies mee. Mag je nog een keer? Hey! Zo, ja. Papa! Hoi! Oei, oei, oei. Nou, nu zal ik hem wel erin trappen, hoor. Ja, met een lapje, hoor. Dan ben ik klaar mee. Oh, nee. Hey, come on. Even weer. Nog een keer mis. Ja hoor. Hahaha. Jongen. Ja, dat kan niet zo doen. Dat doet de bal. Onder de schoenen. Jongen. Jongen, ik weet het niet. Normaal is het goed. Is 9 Max? Oh, lekker, lekker. Hij gaat nog applaudisseren ook. Ja, dat mag dus niet, Mandy. Hey, waar ben jij? Kom op, bro. Oh. Dames en heren, we komen niet helemaal bij het einde. Omdat we om 1 uur een afgesproken lunch hebben staan. En het is nu 10 voor 1. Dus we hebben nog 10 minuutjes de tijd om deze laatste hole te doen. En dat is, dames en heren, hole nummer 8. En nu gaan we next level, want Jelmer die heeft de drone. Dus we gaan proberen om een hole-in-one te krijgen op de drone. Als dat lukt, hole 8 is dus €800. En ik ben benieuwd of het gaat lukken. Wie wil als eerste voor de hole-in-one? Maaien gaat als eerste. Let's go, schatje. 3, 2, 1.
Oh, mooi, mooi in de richting hoor. Heel mooi in de richting. Ga maar bij je bal staan. Ja, dat is mooi. Hole in one. Ja. Wow, nog zo goed in de richting. Ik ga er snel heen. Wow, die was goed hè? Let's go! Wauw, je moet echt heel hard schieten, wil je hole in one hebben hier. Wauw, ik zag hem zo erheen gaan. Hè. Hij was zo nice. Was wel mooi, hè? Keurig. Nou, ik ga bij de bal staan. Oké, die ligt bij Michel. Dat was een mooi schot van Mandy. Bas! Knallen! In de bosjes. Zo! Oh, in de speeltuin. In de speeltuin. Stefano, ik vertrouw jou. Kom op, man. Nee. Oi, oi, oi. Oh, mooi. Ja, mooi. Milan. Nice. Dennis. Hey! Nice. Hey. Mooi joh. Oké. Okay. Ja hoor. Nee, hoog gras hier. Ja, nu Stefan. Dit kan een par worden. Oké, okay. Let's go. Hol 8, par. Oh. Tegen het zo randje. Dichtbij. Oh, wel netjes hoor. Ja, deze was wel nice hoor. Deze voelde ik van begin tot eind. Ja, weer iemand. Ja, ik. Oh, dat ben jij weer. Iedereen moet mijn bal hebben. Jee. Yeah. Nou, schiet maar. Oh, dat is mijn bal. Ja, Milan, mijn bal. Ja, ja. Ja, heel netjes, heel netjes. Dat is mijn win. Let's go, Stefan. Romein. Hoi. Bas. Oké. Okay. Ja hoor. Netjes. Myron. Netjes. In de vijver. Nu ben ik. Was er zo klaar? Nee. Hey, alsjeblieft. Hoppa. Ja, lekker hoor. Kom op Bas. Even een hakkie. Oh, clean bro. Clean. We zijn klaar met Bali Bali. Dit is niet slim. Oh, wow. Jeetje, Michel weer hè. Hij is jullie goal. Ja hoor. Oh, wat een geluk, oh, wat een geluk. Druk. Netjes hoor. Komt hier wat. Als hier het water in komt, dan moet je wel gaan springen. We zijn klaar met Bali Bali, met voetgolf. Ik heb goed gepresteerd. Niet alleen dat, natuurlijk heel erg naar mijn zin gehad. Maar de prestaties waren ook aanwezig. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ik wel kansmaker ben. Maar we gaan even ergens lekker zitten. Hier. Bij het restaurant gaan we even lunchen en dan even scoren optellen. Gaan we het bekendmaken. Milan, ja. Dit kunstwerp, hoeveel? Als je het precies raadt, ja. Krijgt van mij cadeau. Nee, nee, dat is grapje. Want ja, dat wil ik wel hebben. Is te duur. 7500. Te laag. Te laag? Ja. Oh, dat is 10.400. 99. 9.800 euro. Ja, ik zag het al. Want al de geertjes. Dat is een hele dure. Hoe kan het 9800 euro zijn? Ja, het is, kijk, weer als kunst. Ik bedoel, ik zit ook wel eens jouw vlog te kijken en denk, dat is niet normaal. Hoe kan dat zo vaak bekeken zijn? Dat weet je ook niet. Het zijn interesses van andere mensen die je soms niet kan verklaren. Respect, bedoel, dankjewel. Ja, kunst is kunst. En zelfs als je zegt, ik doe niet aan kunst, dat is ook een vorm van kunst. Wow. Dat dacht ik. Ja. Nee. Jawel, dat mag wel, dat mag wel. We gaan een partijtje lekker smikkelen, dames en heren. We hebben echt super goede gerechten hier op tafel. En het is ook lekker divers, dus dat is ook fijn om te zien. Ik heb hier een lekkere cheeseburger. En Bas die heeft een... En dat wilde ik misschien eerst bestellen. Dat is een hotdog. Nou, de fat dog, man. Erg lekker. Ja, dat is gewoon de fat dog heet het. Nou. Wat heb jij? Twee broodjes kaas? Nee, sandwich. Palabur rarivira. Wat? Ja, dat stond erop. Echt? Ja.
Oké, okay, keurig. Nou, jij hebt twee donker broodjes met kroket. Oh, lekkere zoete aardappeltjes. 12 uurtjes hier. Nou, keurig. We gaan even lekker smikkelen. En dan gaan we de score bekendmaken zo. Dames en heren, het is tijd voor de score. En die heb ik hier uitgerekend op dit papiertje. Op de laatste plek is gekomen met 46 punten. Mandy. Nou, wel even applaus. Gedaan, Mandy. Ik vond het al sportief dat je die bal ook aannam en meenam. De ene laatste plek zijn geworden. Dat zijn twee mensen met 40 punten, allebei. Michel en Milan. Hey. Lekker. Ja, netjes. Plek nummer 3. Dat is Dennis met 31. De nummer 2 heeft 30 punten. En de nummer 1, dat zijn twee personen, hebben allebei 29 punten. Hoeveel had jij, Dennis? Ik niet. Ik heb hem niet voor. 31. Oh, wow. Heb je een foutje gemaakt? Nee. Ga ik zeker van 3 naar 4. Nee. Dennis heeft wel de derde plek. Alleen Myron heeft 36. Nee, Mario, even kijken. Men. Mij gewoon vergeten. Ja. Ja, maar ik heb 3 kaartjes. Weet je hoe moeilijk dit is? Nee, ja, er zijn maar 9 plekken. Men die was dus 6e. Milan en Michel waren 5e. En Myron was 4e. En Dennis was 3e. En dan hebben we nog Enzo, Stefan en Bas over. En de tweede plek heeft 30 punten. De eerste plek heeft 29 allebei. De eerste plek is geworden... Bas en Stefan! Hey, lekker hoor. Lekker. Jullie hadden allebei 29. En ik had 30. Maar dat was wel dichtbij dus. 29 eerste, 30 tweede, 31 derde. Oh, maar weet je, ik zit nu na te denken. Weet je nog die ene hol dat jij zei, ik had 6. En toen zeiden Milan en ik, weet je het zeker? En toen zei hij, nee, ik denk 5. Maar toen hebben we 6 opgeschreven. Besef als we dan 5 hadden opgeschreven. Ja, dan waren we met z'n 3 eerst geworden. 29. Maar lekker gedaan. Was in ieder geval een leuk potje goed gevolgd. Dat komt echt dichtbij elkaar. Ja, top 3 staat heel erg dichtbij. En Milan heeft het wel verpest van Myron inderdaad. Dus je schopte vaak tegen Myron naar bal aan. Ik weet daar niks meer van. Ik kan mij niet herinneren hoe dat ging. Oh! 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 Hij is van mij! Oh, is die van jou? Echt? Bro, rustig aan. Het was super gezellig, man. Ja, dankjewel, man. Gezellig dat je kwam zwemmen. Gezellig dat je meedeed met voetgolf. Thanks voor de invite, bro. Tuurlijk, altijd. Geen probleem. Alles, huisje, eten, drinken, tip-top orde. Nice. Thanks, bro. Shout out jou. Is goed, rustig aan en rij voorzichtig. Want het is nog een stukje, hè, de Soesterberg. Ja, het is wel 1,5 uur. Tenzij je 200 op de teller hebt, dan ben je er in 1 uur. Dus over een uurtje ben ik thuis. Je hebt goed voor elkaar, hè? Ja. Hij gaat zo met fietsje naar huis. Ja, Dennis die woont hier om de hoek, joh. Ideaal. Stefan, ik vond het gezellig. Ja, top man. Was gezellig, hè? Hey, tot aan de windsport. Ja, januari weer. Hey. We komen eerder. Let's gaan. We komen eerder. Let's go, eerder. Ja, ja eerder langs bij ons thuis. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, gaan we doen. Ja, we hadden als idee, dat was echt geniaal. Dat was jouw idee volgens mij. Om met z'n allen windsportvlogs te kijken. Dat zou echt geniaal zijn. Eerste windsportvlog. Dus we gaan binnenkort met z'n allen even afspreken bij me thuis. En dan gaan we in de kelder, gaan we even lekker een beetje poelen, een beetje chillen. Avond eten, gaan we vlogs terugkijken van de eerste wintersport met de boys. Dat was zo geniaal, niet normaal. Hey Bas, rustig gaan. Was gezellig. Tot de volgende. Nou, weer een proefrit. Ja, zeker. Ja, er staat een proefrit gepland met Bas, dus dat komt helemaal goed. Oké, dames en heren, we hebben iedereen gedag gezegd. Ze zijn er allemaal weer vandoor. En sowieso nogmaals een shout-out naar iedereen die is gekomen. Want sommigen moesten echt van ver komen. Kijk, Nathan die woont het verst in België. Maar ook Mark en Rob, die komen uit Brabant. En we hebben nog meer mensen verspreid over het land. Dus heel erg tof dat iedereen is gekomen. Het huis staat er nog. Alles is nog heel. Alles is goed. Alles netjes. Heel erg blij dat we hier hebben kunnen slapen. Grote shout-out naar Hof van Saxe. Hier in Nooit Gedacht. Echt een topplek. We zijn hier ook in coronatijd geweest. En toen hebben we ook echt hele leuke activiteiten hier gedaan. Waaronder voetgolf. Dus dit was een soort van deel 2. Dus dat was echt top. We hebben net de auto even gehad van de parkeerplaats. Zodat we hier even makkelijk alle spulletjes in de auto konden laden. En wij gaan nu even gezellig op familiebezoek. Want we zijn in het prachtige noorden. Dus dat betekent eventjes langs bij de ouders van Myron. En eventjes langs bij opa en oma vanavond. Dus dat gaan we even doen. Ja. Leuke planning. We hebben even lekkere chocolaatjes gehad. Oh,
Dit zijn kijk, de lekkerste, vind ik hoor. Deze serieus. Vind ik heel erg lekker. Dit zijn een beetje eigenlijk dezelfde chocolaatjes als de zeeschelpjes. Juist, er zit van die praliné in. Wow, oké. Okay. Wow, praliné. En dit zijn gewoon lekkere melkchocolaatjes. Eigenlijk proef je niet echt verschil tussen een groene of een gele. Nee, die kleurtjes zeggen niet zoveel. Nee, maar dit is echt lekker. En we hebben even twee taartjes gehad voor je ouders en voor opa en oma. Ja. Ik stond daar in die bakker. En ik had echt helemaal zo, toen ik dat chocola zag, dat smelterige in mijn mondhoeken. En dit werd zo mooi, want ik had het dus ook. Ik zat zo naar die chocola te kijken. En toen ik nog bij de bakkerij werkte, hadden we ook altijd deze. Zulke. Ja? En ook die. En altijd in de herfst, dan, weet je niet, dan kopen mensen dit gewoon voor leuk in schaaltjes en zo. Ja. Maar goed, toen keek ik daarna en ik denk zo... Oh, ik heb echt zin in deze chocolade, dacht ik. En toen dacht ik, ja, maar Enzo zal vast geen zin in hebben. En dan zit ik weer in mijn eentje chocolade eten. Dat dacht ik. En Enzo zegt in één keer van, oh, zullen we ook zo'n bakje chocolade meenemen? En ik zat daar zo, yes! Ja, laten we doen. Hij wou die, ik ben deze, maar ik ga niet helemaal opeten hoor. Ik ga ook wel eentje van jou helemaal nemen. Helemaal opeten, tuurlijk niet. Ik nee, heb maar ik ga dus. Wel eentje van jou nemen en eentje hiervan. Is goed, proost. Oh, jij lust helemaal geen mais, toch? Mm. Ja. Wil jij ook goed zijn van? Ja. Goed. Oké. Okay. Ik grap ze even uit de auto. En op de grond hier. Zo, dames en heren. Wij worden echt compleet verwend hier bij mijn schoonouders. Dat is niet normaal. We hebben heerlijk gegeten. En even lekker bijgekletst. En nu hebben we ook gewoon nog eens even een toetje. Het is niet normaal. Zo fijn. Ongelooflijk. Die, wow. Ijstaart, die is lekker. Ja, die. Die is wel echt nice. Hoe noem je dat, zo'n taart? Ijstaart. Nou, ijstaart? Ijstamp. Oh, ijstamp. Ijstamp. Uit Noorn. Lekker man. Jullie kennen wel Drentse Turf, toch? Die koek. Ja. En weten jullie ook wat een smulrol is? Jawel. Ja, met de raad bij. Dus cake met chocola of zo. En er zit een jam of zo in, hè? Ah. Ja, of niet? Bij de cafetaria. Bij de snackbar kan je het halen, een smulrol. Ja, dat kan ook. Want we hebben dus echt een superleuk idee. En spam dat maar bij Nathan onder zijn video's. Want ik had het voorgesteld aan Nathan van, bro, ik heb het beste idee ooit. Hij houdt van eten, dat hebben jullie gezien. Maar Nathan die doet soms wel eens een tierlist maken. En hij had een tierlist gemaakt in België, geloof ik, met stuntje. Dat hij 10 snacks ging bestellen van een snackbar. En dan ging hij die plaatsen in de top 10, de tierlist. Van welke de beste snack was. Dus toen zei ik tegen Nathan van... Yo, kom hier bij de snackbar waar ik altijd heen ga in Assen. Bij Spettenpan Johan. Laten we daar heen gaan. En laten we daar 10 snacks bestellen. En toen zei Nathan van... Ja, maar ik ken alle snacks al. Dus toen zei ik... Bro, let op. Ik ga naar de website. Weet dat je niet alles kent. Dus ik heb dingen opgelezen die ik ook nog nooit had gehoord. Een smulrol. Een snackie. Dat is letterlijk een snack bij de cafetaria uit de frituur. Een trio. Geen idee. Raspatat ken ik wel, maar Nathan heeft nog nooit van raspatat gehoord, heeft het ook nog nooit gehad. Dus het is zo leuk om... De eierbal. De eierbal. Dus heb je al 5 dingen waar hij nog nooit van heeft gehoord, wat super leuk is voor een nieuwe tierlist top 10. Dus ik hoop heel erg dat Nathan het gaat opnemen met mij. Dus ben benieuwd. Maar goed, oi oi oi, dit is verwennerij. Spuut hem maar op, ik zeg wel ho. 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 Zo, kanonnen. Ik had niet verwacht dat je door zou gaan. Ja, zeker. Jeetje, Mina. Zo, en dan dachten we dat we naar huis zouden gaan. Maar staan we in één keer bij het hotel hier in Assen. En gaan we hier overnachten. Wel een superleuke verrassing voor onszelf eigenlijk. Opa en oma die hadden visite. En dus we wilden wel heel graag nog eventjes met opa en oma gewoon kletsen en even gezellig met z'n vieren quality time. Dus toen dachten we, wat nou als we nou, omdat het toch al later op de avond is, gewoon in Assen blijven slapen en morgenochtend daar gaan ontbijten. Dan kunnen we opa en oma nog eventjes spreken en even zien. Dus dat is wel superleuk. We hebben gewoon de luxe om hier gewoon lekker te kunnen slapen en te blijven. Dus dat vonden we wel gezellig, ook met z'n tweetjes. Gewoon, gisteren waren we met de hele groep. En nu even quality time met z'n tweeën. En we hebben onze slaapspullen al bij ons. Dus dat is perfect. Dus we hebben kussens en je had extra schone onderbroeken meegenomen. Jazeker. Ja, dat doe je altijd. Ja. Dat is echt perfect. Ja. Dus nou, nu gaan we even inchecken in het hotel. En dan gaan we gewoon lekker quality time avondje in het hotelkamertje hebben. Super nice. Ja, is toch fijn? Ja, in één keer uit het niets. Ja. Dus nou, hartstikke gezellig. We zijn in de kamer.
Let's go. En ik heb eventjes de boel geïnstalleerd hier. Alle GoPro's van gisteren, van het zwembad. Dus ik ben even de boel hier aan het overzetten op mijn laptop. En we gaan even lekker samen in badje. Wow, daar zit veel schuim in, hè? Ik denk dat het de hele flesje erin gaat. Er zit echt veel schuim in. Stop, kunnen we lekker verstoppertje spelen in bad. Oké, we gaan even lekker samen in bad. Ja, lekker. Ik heb net gemorst, kijk. Oh, dat is niet handig. Ja, ik zie het. Ja, zie je duidelijk. Oeh, lekker zeg. Filmpje kijken. Yes, with food. Yes. Wij gaan lekker slapen, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen om 4 uur met een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.